Hallo, mijn naam is Hans Simoen, commercieel medewerker bij Keytrade Bank. Welkom tijdens deze presentatie. Jullie kennen Keytrade Bank als bank met haar platform voor uw eigen beleggingen, maar weet dat Keytrade Bank meer is dan dat. Keytrade Bank biedt vermogensbeheer aan. Ik geef jullie graag mee wat vermogensbeheer is en uiteraard voor wie vermogensbeheer bestemd is. Vermogensbeheer, kort samengevat, kort geschetst, vermogensbeheer komt erop neer dat wij als bank uw vermogen of een deel van uw vermogen gaan beheren. Uiteraard altijd met het overeenkomstige risicoprofiel. Voor wie is vermogensbeheer? Ja, duidelijk, vermogensbeheer is er voor die mensen die weinig tijd hebben of zelfs geen tijd hebben om hun vermogen te beheren. Voor mensen die weinig ervaring hebben op de beurs. Minder kennis hebben. Mensen die traditionele spaarders die teleurgesteld zijn in de rentes die het spaarboekje nog opbrengt. En uiteraard ook de actieve belegger die de weg heeft gevonden naar Keytrade Bank, naar Key Private, het vermogensbeheer van Keytrade Bank. Wat gaan we behandelen tijdens deze presentatie? We gaan enkele thema's bekijken. Waarom beleggen? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de risico's die daarbij gepaard gaan? De emoties, toch een heel belangrijk punt. Emoties, de grootste vijand van elke belegger. Denk maar aan die mensen die door emoties op die foute momenten verkopen en dan eigenlijk de weg niet meer terugvinden naar de beurs. De oplossing, Key Private, het online vermogensbeheer van Keytrade Bank. Ik zou zeggen, aan de slag hiermee. Maar ik zit hier niet alleen. Ik zit hier samen in de studio met Geert. Geert van Erk, voorzitter van het investeringscomité. Geert, ik heb kort al de intro gedaan, maar natuurlijk kunnen we niet los van het feit dat het wel over beleggen gaat. Misschien kunnen we daarmee beginnen. Wel, inderdaad, hè. Waar komt eigenlijk beleggen op neer? We hebben vandaag een bepaalde som geld en het doel is dan op lange termijn ja, dat vermogen, dat geld dat we hebben, van dat te laten groeien. Nu, in die bovenste tekening wordt het eigenlijk nogal een beetje simplistisch voorgesteld. De realiteit is toch vaak anders. Dat is de onderste tekening. De weg naar de toekomst die is bezaaid met ja, typische valkuilen. Ik denk dat we er 100% zeker mogen van zijn dat we in de toekomst ja, nog eens markten gaan hebben die ons tegenzitten. Dat wat zal stormen op de beurs. Dat zijn allemaal periodes waardoor we door moeten navigeren. Om ons doel te bereiken, dat is op 10, 15, 20 jaar het vermogen dat we nu hebben van dat te laten groeien. En in eerste instantie kijken we daar natuurlijk voor naar aandelen. Waarom kijken we naar aandelen? Wel, de Belg is een traditionele spaarder, maar het is nu al een hele tijd dat spaarboekje bijna niks meer opbrengt. Erger nog, denk als we de inflatie ook in rekening brengen. Inflatie is ja, het verdwijnen van de koopkracht. Als we die in rekening brengen, ja, dan is het rendement op het spaarboekje zelfs negatief. Met andere woorden, al het geld dat vandaag op de spaarrekening staat, brengt niks meer op. Erger nog, u verliest met vandaag met het spaarboekje. Dus je moet een andere bron gaan zoeken om uw vermogen te laten renderen, om uw vermogen te laten toenemen. En in de eerste plaats kijken we dan natuurlijk naar aandelen. We gaan eigenlijk proberen te beleggen in een gediversifieerde portefeuille, waarin we in aandelen gaan beleggen, maar ook een klein stukje in obligaties en misschien ook een klein stukje in grondstoffen. Maar het belangrijkste deel van die portefeuille zullen toch aandelen zijn. Waarom? Omdat op lange termijn aandelen het meeste opbrengen. We zien dat hier voor de Amerikaanse beurs. Ja, simpelweg omdat we daar heel veel historische cijfers van hebben. Dus we kunnen ook dat rendement op lange termijn gaan berekenen. En we zien dat dat zeer duidelijk, dat dat zeer veel meer is dan met een belegging in bijvoorbeeld obligaties of met je geld in cash aan te houden op een spaarboekje. Dus, eerste les, aandelen die brengen het meeste op lange termijn. Dus wie vandaag zijn geld wil laten renderen, zal toch een stuk in aandelen moeten gaan beleggen, Hans. Geertje spreekt duidelijk over die aandelen, die natuurlijk ja, meer schommelen. Ja. Hoe moeten we eigenlijk omgaan met die verliezen die we kunnen meemaken op de beurs? Well, ik denk dat vanaf het moment dat je gaat beleggen, dat je moet aanvaarden dat er cycli zijn. En we zien dat op deze slide. Eerste les opnieuw, en we zien dat de beurs ja, zeer grote stijgingen kent. Maar opnieuw, na elke periode van stijging is er wel een periode van afkoeling. Er treedt er altijd wel eens een correctie op.
Dus dat moet je als belegger ook aanvaarden en weten, verstaan dat er cycli zijn op de beurs. Een cycli van stijgende markten, maar ook wel eens een periode dat de beurs wat naar beneden gaat, een dalende markt. Maar opnieuw, die dalende markten die zijn eigenlijk veel, veel korter dan die stijgende markten. We spreken ook vaak van bull market, bear market. Een bull market is een stijgende markt. Het is een structureel stijgende trend van de aandelenmarkt. En traditioneel gesproken duurt die eigenlijk wel vrij lang. Gemiddeld genomen, sinds 1900, de gemiddelde stijgende markt bedraagt toch wel 6 jaar. Daartegenover staat die correcties, die neerwaartse bewegingen, die ook af en toe een keer gaan voorkomen. Die zijn dikwijls wel kort, ook zeer krachtig, maar die zijn wel beperkt in de tijd. En je ziet dat die gemiddeld genomen iets meer dan een jaar duren. Dus opnieuw, aanvaarden dat er stijgende en dalende trends zijn, maar dat je algemeen gesproken de stijgende trend veel langer is, veel krachtiger is dan die dalende markt. En hier zien we nog eens in deze staafdiagram het rendement sinds 1980 van elk jaar op de Amerikaanse aandelenmarkt. En je ziet dat de meeste jaren, dat er in de meerderheid van de jaren, toch een positief rendement behaald wordt met een belegging in Amerikaanse aandelen. Maar opnieuw, laten we het voorbeeld nemen van bijvoorbeeld 2016. In 2016 is de Amerikaanse beurs met 12% gestegen. Dus van 1 januari tot 31 december 2016 hebben we een stijging van 12%. Dat is een mooi rendement. Maar opnieuw, gedurende dat jaar was er toch wel eens een periode dat de Amerikaanse beurs kort negatief genoteerd heeft. Een verlies van rond de 10%. Dus dat illustreert zowel lange termijn, korte termijn. Die schokken heb je altijd. Een stijgende markt die af en toe een keer onderbroken wordt door een dalende markt. En het is heel belangrijk dat je als belegger op voorhand weet dat die cycli bestaan, zodat je er je ook tegen kan beschermen. Want ik denk dat in het volgende deel, als we ons over emoties gaan praten, heel belangrijk is dat je als belegger deze cycli accepteert. Geert, je geeft het al mee, de emoties. Nu, als ik een kleine samenvatting maak over wat je juist vertelde, dan moeten we natuurlijk altijd rekening houden met die dalende markten die ongetwijfeld ooit zich gaan voordoen. Ja. Dat is onvermijdelijk bij het beheren of het beleggen op de beurs. Natuurlijk, we zijn allemaal mensen van vlees en bloed. En dan komen we terug tot die emoties waar ik in het begin van de presentatie ook kort al iets over heb verteld. Hoe moeten we daarmee omgaan? Wat moeten we ons daarbij voorstellen, die emoties? Ja. Dus dat brengt ons eigenlijk bij het volgende deel, het emotionele, het psychologische aspect van beleggen. Deze voorstelling geeft eigenlijk duidelijk weer. De beurzen stijgen en dan is eigenlijk iedereen zeer optimistisch. Iedereen denkt van het stijgt, het zal wel blijven verder stijgen, ik moet mij weinig zorgen maken. Ik moet niet te veel naar mijn portefeuille kijken. Ik moet zeker me niet bezighouden met risicobeheer. En dan komen we dikwijls in een periode waarin iedereen net iets te optimistisch wordt. Dat het sentiment net iets te positief wordt. Dat iedereen denkt van aandelen, dat is eigenlijk gemakkelijk geld verdienen. Het stijgt toch altijd. Het kan nooit fout gaan. En dan, als iedereen dat begint te denken, dan treden er toch vaak risico's om. Dan zie je heel vaak dat er een trend om een keer komt waarop eigenlijk niemand echt is voorbereid. Tegenovergestelde is ook vaak waar. Je ziet als je een periode hebt, een lange periode van dalende koersen, dat op een gegeven moment iedereen capituleert. Men is belegd, men ziet maand na maand de waarde van zijn portefeuille onderuit gaan en op een bepaald ogenblik zegt men van ja, ik heb er genoeg van, ik verkoop alles, ik stap uit de beurs. Het pessimisme is dan zeer, zeer wijd verspreid, het sentiment is heel negatief en dan zien we ook vaak dat dat een opportuniteit is. Als het sentiment heel, heel negatief is, dan is vaak een trend om een keer dichtbij. Dus hou er als belegger rekening mee dat die emoties wel degelijk heel belangrijk zijn, dat sentiment op de beurzen heel belangrijk is. Als iedereen heel optimistisch is, dan moet je een beetje beginnen oppassen, daarom niet alles gaan verkopen, maar je bewust zijn van de risico's die er kunnen zijn. Aan de andere kant, als iedereen heel pessimistisch is, als iedereen heel negatief is, dan moet je als belegger durven zeggen van het is misschien het moment om stapsgewijs in de beurs te stappen. En we kunnen dat ook tonen
aan de hand van de realiteit. Wat zien we op deze grafiek? We zien in het zwart de Amerikaanse aandelenbeurs, opnieuw de S&P 500. We zien het verloop, we zien stijging in de jaren 90, we zien die eerste daling. En dat is de dotcom-crisis van 2000-2002. En we zien ook in het midden de daling van 2007 tot 2009. En dan eigenlijk de stijging van de afgelopen jaren. En wat zien we eigenlijk in het blauw? Dat is het verloop van het kapitaalstromen naar traditionele beleggingsfondsen. Herinner u, we zien de beurs stijgen. En als belegger denken we van, ja, de beurs stijgt. Ja, ik wil meedoen, ik wil participeren aan deze beursstijging. En heel vaak doen we dat door beleggingsfondsen te kopen. Beleggingsfondsen die dan in aandelen gaan beleggen. En als we bijvoorbeeld het voorbeeld nemen van 2000, en dan zien we een zeer, zeer sterke piek in 2000. Met andere woorden, je ziet die blauwe curve heel snel naar boven gaan. Wat betekent dat er enorm veel geld naar beleggingsfondsen stroomt. Met andere woorden, dat is een uiting van optimisme. Iedereen ziet de beurs stijgen en iedereen denkt van, ja, ik moet er ook bij zijn. Ik wil ook meedoen. Ik wil profiteren van die stijgende koersen. En dan zien we vaak dat de beurs eigenlijk op zijn top komt. Want we zien na die piek dat de beurs plots zeer sterk begint te dalen. En dat is de daling van 2000 tot 2002. En we zien dat in 2002 zien we het omgekeerd. We zien een zeer sterke piek opnieuw van die blauwe curve. Wat eigenlijk betekent dat op dat moment iedereen uit de beurs stapt. Iedereen verkoopt zijn deelbewijs van het fonds waarin hij of zij belegd was. En men zegt van, goh, koersen zijn hard gezakt, de beurs is eigenlijk toch niks voor mij. En dan opnieuw zien we dat opnieuw de beurs begint te stijgen. Dus het is dat gedrag dat we eigenlijk willen vermijden. Van te optimistisch te zijn op de top en volop in de beurs te stappen zonder de risico's in te schatten. En anderzijds willen we ook vermijden dat we op het foute moment gaan uitstappen. Op het moment dat eigenlijk de kiemen gelegd worden van een trendommekeer, van een periode van dalende koersen naar een periode van stijgende koersen. De emoties zijn natuurlijk de grote vijand van de belegger. Natuurlijk, het is voor de mensen niet altijd gemakkelijk met al die tweets die de wereld worden ingestuurd, met het feit dat de media toch een belangrijke rol speelt. Hoe moeten we daar als belegger mee omgaan? Well. Zeker de dag van vandaag met de sociale media, internet. We worden eigenlijk als belegger continu gebombardeerd met visies, meningen, stellingen. En je kan vandaag iemand hebben die zegt van ja, het is het moment om in de beurs te stappen. En je kan enkele uren later iemand hebben die zegt van ah, de beurs op dit moment is eigenlijk een gevaarlijke en er lijkt een crash voor de deur te staan. En de vraag is dan natuurlijk van hoe ga je als belegger daarmee om? En met al die voorspellingen, al die visies. Nu, onze mening is eigenlijk dat voorspellen dat het eigenlijk vrij nutteloos is. En om dat te illustreren, zien we eigenlijk op deze slide een aantal uitspraken van een zeer bekende Amerikaanse belegger. Dat is Jim Rogers, zeer aanwezig in Amerikaanse financiële media. Maar heeft ook in België al een aantal presentaties gegeven. Heeft ook heel wat boeken over beleggen geschreven die heel veel verkocht hebben. Maar ik wil toch illustreren, de man heeft ook van 2011 tot 2017... een aantal uitspraken gedaan over de Amerikaanse beurs. En die kwamen er eigenlijk allemaal op neer dat hij zei van pas op met Amerikaanse aandelen, want ze zouden wel eens heel sterk kunnen gaan dalen. Nu, we weten allemaal dat in die periode van 2011 tot 2017 de Amerikaanse beurs heel sterk heeft gepresteerd. Dus had hij eigenlijk een beetje ingegaan op het advies van deze ja, heel bekende beleggersgoeroe, dan had u eigenlijk ja, niet volop geprofiteerd van de beursstijging. En dat is eigenlijk een beetje de moeilijkheid van vandaag. Met die talrijke meningen, die talrijke visies die er zijn, omtrent ja, de verwachtingen voor de beurzen, voor individuele aandelen. Het is heel moeilijk om daarmee om te gaan. Maar we willen toch ook zo dadelijk een aantal instrumenten, een aantal gedragsregels voorop stellen om daartegen gewapend te zijn. Geert, het is heel moeilijk om voorspellingen te doen. Ja. Maar een vraag die ik toch vaak krijg als commercieel medewerker bij Keytrade Bank. Vaak stellen mensen mij heel concrete vraag. Meneer Simoen, wanneer moet ik nu intekenen? Ja. En ik zou eens willen vragen aan jou, hoe moet ik daarmee omgaan? Of hoe moeten wij daarmee omgaan? En meer bepaald, hoe moet de cliënt daarmee omgaan? Ja. Dus dat is inderdaad een beetje de vraag die heel actueel is. Hè. Dat mensen altijd vragen van, ja, ik heb geld te beleggen, ja, maar is het vandaag wel de moment om in de beurs te stappen?
Eigenlijk, het antwoord is heel simpel. Hè. We weten het niet. Maar wat we wel weten is dat we eigenlijk grote dalingen, dat we die toch wensen te vermijden. We denken ook bij Keytrade Bank, bij ons vermogensbeheer, om een mooi rendement op lange termijn te halen, dat het heel belangrijk is om je verliezen te beperken. En verlies beperken, dat betekent eigenlijk ook dat je de slechtste dagen op de beurs, dat je die probeert te vermijden. Dus er is toch wel een aspect van market timing, bij het beheren van onze portefeuilles. En we illustreren dat eerst met deze tabel, waarin we eigenlijk zien van januari 2000 tot september 2019, ja, het verloop van opnieuw de Amerikaanse beurs. Over heel die periode, bijna 20 jaar, heeft de Amerikaanse beurs een gemiddeld rendement gehaald van 5,6%. Mooi rendement. Maar we zien bovenaan dat als u erin kan slagen om de slechtste dagen, de slechtste periodes op de beurs te vermijden, dat je dan extra rendement gaat behalen. En daarom zijn we er ook van overtuigd bij Keytrade Bank dat we toch een poging willen doen om die grote beursdalingen, die slechte periodes, van die te vermijden. En hoe doen we dat? We doen dat toch door een vorm van markttiming toe te passen. Want dat kan ons helpen om onze verliezen te beperken, binnen de perken te houden. Wat u hier ziet is de maandgrafiek van de MSCI All Countries World Index. Zeg maar de referentieindex voor de wereldwijde aandelenmarkten. En dat is die witte curve die u ziet. En we zien die eigenlijk starten in de periode 2004-2005. En we hebben dus in het midden van de grafiek die zeer sterke daling van 2007 tot 2009. Zulke periodes willen we natuurlijk vermijden. En hoe doen we dat? U ziet in het rood, we hebben een rode curve toegevoegd, een rode indicator. En dat is eigenlijk het 12 maand gemiddelde. Dus we hebben de slotkoers van de index, we hebben die van de afgelopen 12 maanden, we maken daar gewoon een gemiddelde van. En wat zeggen market timers dan? Wat proberen zij te doen? Ze gaan elke maand kijken van, ja, ligt onze index boven of onder dat 12 maand gemiddelde? Zitten we erboven, dan wensen we eigenlijk in de markt te zijn. Want dat is een stijgende trend. Dan willen we participeren aan de beursstijging. Zakken we onder die rode curve, zakken we onder dat 12 maand gemiddelde, dat is het signaal om wat gas terug te nemen. Om wat defensiever te worden in de portefeuille. Met andere woorden, misschien wat cash op te bouwen in de portefeuille. En we zien dat eigenlijk wel dat deze simpele techniek, dat die zeer efficiënt is om zeer grote neerwaartse schokken op de beurs op te vangen. Want als we opnieuw kijken naar die periode van 2007 tot 2009, en dan zien we eigenlijk dat we tijdig een verkoopsignaal krijgen en alzo de grote daling hebben vermeden. Dus met andere woorden, het investeringscomité van KeyPrivate gaat elke maand kijken naar de belangrijkste indexen. En gaat dan ook kijken, wat is de trend? Zitten wij boven of onder dat gemiddelde? En op basis daarvan gaan we de portefeuille ofwel dynamisch houden ofwel wat defensiever maken. Want verliezen beperken is essentieel om op lange termijn een mooi rendement te halen. Wat u hier eigenlijk ziet, is dat als u bijvoorbeeld een daling hebt van uw portefeuille met 50%, dan moet u in de periode als de beurs opnieuw begint te stijgen, al eerst 100% gaan winnen, om je 50% verlies goed te maken. Dus dat is een heel moeilijke opgave. Dus opnieuw, het komt er eigenlijk op aan om het verlies zo beperkt mogelijk te houden. Als u dat kan doen, dan hebt u, als de beurs opnieuw begint te stijgen, dat verlies zeer snel weggewerkt, hebt u dat verlies zeer snel gerecupereerd. Dus onthoud, verlies beperken is essentieel. Geert, we spraken al kort over vermogensbeheer. Wat is het? We spraken over het feit dat het vermogensbeheer eigenlijk voor iedereen is, maar dan vooral voor die mensen die weinig tijd hebben, geen zin hebben, een beperkte kennis hebben van de markten. We spraken over de valkuilen, de emoties die jammer genoeg vaak aanwezig zijn bij het beheren van het vermogen. De tweets, de berichtgevingen. Ja. Natuurlijk, KeyPrivate of Keytrade Bank heeft daar een oplossing voor gevonden, onder de vorm van KeyPrivate. Geert, kan je daar toch nog net iets dieper op ingaan hoe jullie eigenlijk tot die oplossing zijn gekomen en hoe jullie dit eigenlijk aanpakken? Ja, dus met KeyPrivate inderdaad proberen we eigenlijk alles wat we net besproken hebben, dat beleggen op lange termijn, maar ook dat omgaan met die neerwaartse markten, met al die berichtgeving die er is omtrent de beurs,
van dat zo goed mogelijk te beheersen. Er zitten een aantal innovaties in ons vermogensbeheer en de eerste is eigenlijk ook technologie. Vandaag de dag wordt elke sector geïmpacteerd door de nieuwste technologieën. En dat hebben we eigenlijk ook aangewend bij ons vermogensbeheer. We hebben eigenlijk technologie binnengebracht bij het beheer van onze portefeuilles. En we hebben dat gedaan door een algoritme te ontwikkelen. Een algoritme is eigenlijk niks anders dan een wiskundige formule. En we hebben die samen ontwikkeld met een Luix softwarebedrijf, Cambit genoemd. Cambit is een spin-off van de Luix Universiteit, dat is een technologiebedrijf. Zij maken eigenlijk software voor het helpen bij beslissingen nemen bij vermogensbeheer. En samen met hen hebben we eigenlijk een wiskundige formule ontworpen, een wiskundige formule in het leven geroepen, die ons gaat bijstaan in het beheer van onze portefeuilles. En dat algoritme, die wiskundige formule, die is gebaseerd op de moderne portefeuilletheorie. De moderne portefeuilletheorie, die door Harry Markowitz is ontwikkeld, heeft daar ook de Nobelprijs Economie mee gewonnen. En de moderne portefeuilletheorie die stelt eigenlijk dat je twee begrippen met elkaar moet gaan verzoenen. Dat is risico en rendement. Het is heel duidelijk, iemand die heel veel risico gaat nemen in zijn portefeuille, met andere woorden die heel veel in aandelen gaat beleggen, die zal natuurlijk op lange termijn een hoger rendement realiseren dan de belegger die wat defensiever is, die bijvoorbeeld ook wat meer in obligaties gaat beleggen. Dus verzoenen van risico en rendement. En deze grafiek geeft dat ook heel mooi weer. Op de horizontale as ziet u het risico staan, op de verticale as het rendement. Het is heel duidelijk, want die veel risico neemt, zal op lange termijn natuurlijk ook een hoger rendement halen dan de wat meer defensievere belegger. En het is eigenlijk met dat algoritme van Cambit, dat we met Cambit ontwikkeld hebben, dat we eigenlijk voor elk type van belegger, van de zeer defensieve tot de zeer dynamische belegger, dat we voor elk type van belegger, dat we voor elk type van risicoprofiel eigenlijk een ideale portefeuille kunnen gaan berekenen. Geert, KeyPrivate werkt dus volgens een wiskundig model. Een wiskundig model dat eigenlijk trends gaat analyseren. Ja. Mogen we dan eigenlijk zeggen dat het een 100% geautomatiseerd systeem is? Of moeten we dat anders bekijken? Ja. Er wordt inderdaad de dag van vandaag heel veel over robotbeleggen gesproken. Dat is eigenlijk al een trend die zeer uitgesproken is in de Verenigde Staten en ook in het Verenigd Koninkrijk. Maar in België, als we toch wel wat conservatiever zijn als we toch op beleggingen aankomen, hebben we eigenlijk gekozen voor een hybride model. We gebruiken die technologie van Cambit, maar het is toch altijd de mens, de humane factor, die het laatste woord heeft. Dus de mens heeft nog altijd het laatste woord en de mens bij KeyTrade Bank, dat is eigenlijk het investeringscomité. Voor elk investeringscomité draait dat model van Cambit en dat stelt portefeuilles voor. En die worden in het investeringscomité besproken. In het investeringscomité gaan we natuurlijk eerst ook kijken van hoe evolueert de wereldeconomie? Is dat positief of is dat negatief voor de financiële markten? We gaan ook wat kijken inderdaad naar de trends. Hè. Zit de beurs in een stijgende trend? Wat met de goudprijs is? Zit die in een stijgende trend, in een dalende trend? Met andere woorden, ook die trendanalyse gaat ons een beetje toelaten om te stellen van het is misschien de moment om wat defensiever te worden of we blijven dynamisch belegd. En natuurlijk ook, het investeringscomité bekijkt elke maand wat dat model van Cambit ons voorstelt. Gaan we daarmee akkoord, dan drukken we op de knop en beleggen we de portefeuilles. Willen we wat aanpassingen doorvoeren, dan kunnen we dat. We kunnen elk moment in dat model tussenkomen om de wegingen wat aan te passen. Dus het model stelt voor, het investeringscomité analyseert en keurt goed. Het investeringscomité komt op maandelijkse basis eigenlijk samen om de wereldeconomie te bekijken, de financiële markten te analyseren en de portefeuilles samen te stellen. Geert, je geeft weer dat het investeringscomité waar jij voorzitter van bent, eenmaal per maand samenkomt. Ja. Uiteraard neem ik toch aan dat jullie toch kunnen samenkomen wanneer er bepaalde zaken op de markt of op de beurs zich voordoen waarbij jullie korter op de bal moeten spelen. Ja, inderdaad ook. Hè. Stel dat er op de financiële markten plots iets gebeurt waarvan we van oordeel zijn van
nu moeten we toch wel ingrijpen. De portefeuilles moeten aangepast worden. De wereld is veranderd. Dus we kunnen eigenlijk op elk moment dat model van Gambit doen draaien met de nieuwste informatie om de portefeuilles aan te passen. De leden van het investeringscomité die hebben ook een directe lijn met elkaar. Dus als iemand van oordeel is van kijk, ja, ik vind dat de toestand op de financiële markten veranderd is, dat we moeten ingrijpen, dat we iets moeten doen in onze portefeuilles, dan kunnen we dat. We kunnen elkaar zeer snel consulteren en indien nodig de portefeuilles aanpassen aan de nieuwe realiteit. En hier zie je ook nog eens kort ja, die verschillende onderdelen van onze dienst, Key Private, het investeringscomité. We hebben ook al over Gambit gepraat en we gaan ook zo dadelijk praten denk ik over trackers en het beursplatform van KeyTrade Bank. KeyTrade Bank kent met Key Private zeer competitieve voorwaarden wat betreft vermogensbeheer. Zo betaalt u bij het openen van een Key Private rekening geen instapkosten, u betaalt geen uitstapkosten en u betaalt geen transactiekosten. U betaalt beurstax bij aan- en verkoop en u betaalt de 0,91% beheersvergoeding op jaarbasis inclusief BTW. Graag sta ik nog even stil bij de herbalancering. Wat bedoelen we juist met herbalancering? Ik geef dit graag mee aan de hand van een voorbeeld. Stel, u opent een Key Private rekening volgens profiel 5. Een profiel 5 bestaat ongeveer uit 50% aandelen en 50% obligaties. Stel dat de aandelenposities zodanig stijgen omwille van de markt, en op zich is dat positief, dan is dit niet meer conform het profiel en zullen wij ten gepaste tijde een herbalancering toepassen. Met andere woorden, de aandelen zijn zodanig gestegen dat zij een bepaald risiconiveau hebben overstegen. En dit betekent natuurlijk dat wij conform het profiel dit moeten herbekijken. U kan uw portefeuille 24 uur op 24 uur raadplegen via ons platform. En maandelijks krijgt u een video-update verzorgd door Geert, waarbij wij onze 10 verschillende profielen uitvoerig bespreken en kort toch even kijken naar wat de economie, Europese economie, de wereldeconomie heeft gedaan. Geert, we hebben regelmatig gesproken over trackers tijdens deze presentatie. Kan je aan onze kijkers toch nog eens duidelijk meegeven wat juist die trackers zijn? Ja, Hans, inderdaad. De laatste tijd wordt er heel vaak over trackers gesproken. En voor het beheer van onze Key Private portefeuilles gaan wij ook trackers gebruiken. Dus we gaan niet beleggen in individuele aandelen, individuele obligaties of traditionele, ja, gekende beleggingsfondsen. Nee, we hebben gekozen om te gaan beleggen in trackers. We hebben een universum samengesteld van 12 trackers. 5 trackers op aandelen en dat zijn telkens regionale indexen. En we hebben een tracker op Amerikaanse aandelen, aandelen uit de eurozone, maar ook Japan, de groeilanden, denk aan China, Brazilië, en tenslotte ook de landen uit de Stille Oceaan, denk daarbij aan Australië, Hongkong, Singapore. 5 regionale aandelenindexen. Daarnaast 5 trackers op verschillende soorten van obligaties. Dat gaat van traditionele staatsobligaties tot bijvoorbeeld ook iets risicovollere obligaties, zoals obligaties uit de groeilanden. En tenslotte hebben we ook nog 2 trackers op verschillende grondstoffen. 1 tracker die de goudprijs gaat volgen en 1 tracker die de prijzen van industriële metalen gaat volgen. En we denken bij industriële metalen aan koper, zink, aluminium. Er is ook altijd een cashpositie van 5% in de portefeuilles. Een cashpositie die ook in moeilijke tijden kan aangewend worden. En we kunnen altijd meer cash opbouwen in de portefeuilles om die defensiever te maken. Maar terug naar de trackers. Dus 12 trackers, en ik heb dikwijls het woord volgen gebruikt. Want dat is wat een tracker gaat doen. Een tracker is ook een beleggingsfonds. Een beleggingsfonds bestaat uit aandelen of obligaties of grondstoffen. Maar het gaat telkens een onderliggende index schaduwen, een onderliggende index volgen. Bijvoorbeeld voor aandelen uit de eurozone. En we hebben daar een tracker op de Eurostoxx 50. De Eurostoxx 50 is een beursindex waarin de 50 grootste aandelen uit de eurozone zitten. Dus met een tracker gaat u gewoon die index volgen. Stijgt de index met 1%, wel, uw tracker gaat ook met 1% stijgen.
gaat de Eurostox 50 met 1% zakken, wel, uw trekker gaat ook met 1% zakken. Dus met een trekker doet u eigenlijk niks anders dan een onderliggende index volgen, schaduwen. We hebben er 12, maar dat betekent niet dat die alle 12 in uw portefeuille gaan zitten. Het investeringscomité maakt elke maand een beetje een analyse en gaat eigenlijk uit die 12 de meest interessante kiezen. Het investeringscomité gaat bijvoorbeeld bepalen voor aandelen. Kijk, op dit moment zijn bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen en Japanse aandelen het meest interessant voor de portefeuille. Wel, dan gaan we die trekkers in onze portefeuilles stoppen. Dus nooit alle 12. Het investeringscomité maakt een selectie uit die 12 voor uw portefeuille. Geert, als we het vermogensbeheer van Keytrade Bank nu eens gaan bekijken tegenover al die andere vermogensbeheerders, ja, dan is mij toch altijd bijgebleven dat wij enorm flexibel werken. Kan je daar toch nog iets dieper op ingaan? Ja, dus flexibiliteit denk ik is ook een van onze troeven. U ziet hier eigenlijk voor verschillende profielen in KeyPrivate de risicolimieten. De risicolimieten, dat is eigenlijk het maximum dat we in aandelen mogen beleggen. U ziet profiel 5, het uitgebalanceerd neutraal profiel. We kunnen tot maximum 50% in aandelen beleggen. Voor profiel 7, voor een dynamisch profiel, kunnen we tot 65% in aandelen gaan. Maar u ziet ook, minimum kunnen we tot 0% gaan. Dus dat betekent, stel dat het investeringscomité denkt dat de toekomst van de beurs dat die niet zo rooskleurig is, en dat we in een dalende trend terechtgekomen zijn. Herinner u, we hebben daar straks gesproken over onze market timing indicator, waarbij we toch gaan zien van, zit de beurs in een stijgende, dan wel in een dalende trend. Wel, komen we in een dalende trend terecht, dan kan het investeringscomité zeggen van, kijk, het ogenblik is aangebroken om onze blootstelling aan aandelen terug te schroeven. En dus in profiel 5 zouden we kunnen zeggen, in plaats van 50% gaan we naar 40%, 35%, misschien zelfs 20%. Dus dat is een grote flexibiliteit die we hebben. En ik denk dat er toch bij andere vermogensbeheerders dat toch altijd het minimum is. En dat men bijvoorbeeld voor een neutraal profiel altijd gaat zeggen van, u zal voor altijd toch minimum 35 of 40% in aandelen belegd blijven. En dus als de beurzen door een zeer moeilijke tijd gaan, kan men eigenlijk nooit lager. En die flexibiliteit, die bezitten we wel in het beheer van onze KeyPrivate portefeuilles. Geert, ik dank u hartelijk voor deze toelichting. Graag overloop ik met jullie nog enkele heel belangrijke zaken rond KeyPrivate, of bij het openen van een KeyPrivate rekening. Het is dus vermogensbeheer, waarbij wij als bank uw vermogen of een deel van uw vermogen gaan beheren. Dit altijd volgens een bepaald risicoprofiel. We gebruiken trackers. We hebben dus uitvoerig gesproken over wat trackers zijn. Dus elke portefeuille bestaat uit x aantal trackers en een cashpositie. Een KeyPrivate rekening, en daar hebben we nog niet over gesproken, start altijd vanaf 15.000 euro. U kan meerdere KeyPrivate rekeningen openen, maar steeds startende vanaf 15.000 euro. De jaarlijkse beheerskost bestaat uit 0,91% op uw belegd vermogen, inclusief BTW. U betaalt geen instapkosten, geen uitstapkosten en geen transactiekosten. Tot slot had ik jullie graag nog meegegeven dat jullie ons ook altijd kunnen contacteren. Jullie kunnen ons bellen, jullie kunnen ons e-mailen. Jullie kunnen een afspraak maken in een van onze kantoren. Zo hebben we een kantoor in Brussel en in Antwerpen. Hadden jullie graag wat meer informatie over hoe een KeyPrivate rekening te openen, dan kunnen jullie altijd via YouTube meer informatie terugvinden. Jullie zoeken naar hoe een KeyPrivate openen en jullie zullen een heel duidelijke video krijgen waarbij wij uitleggen hoe jullie te werk moeten gaan. Dank u wel voor het kijken en wij hopen dat dit zeer interessant was en nogmaals, bij verdere vragen, aarzel niet ons te contacteren. Dank u wel.